Dit deel gaat over slokdarmkanker, oftewel oesophaguscarcinoom. Wat komt er aan de orde? Er is een stukje anatomie en fysiologie, heel kort. Dan iets over de oorzaken, de verschillende vormen, de verschijnselen, onderzoeken, behandelmethoden en de prognose. Op de tekening zie je een voorbeeld van een laaggelegen slokdarmkarcinoom die op de typische wijze groeit, namelijk het lumen wordt afgesloten en we zien ook dat het oppervlakte bloedt en daar komen we natuurlijk bij de verschijnselen ook op terug. We verdelen de slokdarm die een totale lengte heeft van ongeveer 25 cm onder in een halsgedeelte, oftewel het cervicale deel van ongeveer 4 cm, een borstdeel van ongeveer 20 cm en een klein stukje intra-abdominaal van ongeveer 1 tot 1,5 cm. De slokdarm heeft verschillende vernauwingen, onder andere de droogte van het diafragma, maar ook daar waar het de aortaboog kruist. Maar het nauwste deel is direct aan het begin, namelijk de faringo-oesophageale overgang. In het bovenste tweederde deel vinden we hetzelfde soort epithel als in de mondholte, namelijk het meerlagig niet verhornend plaveiselepithel. En in het onderste deel gaat het over naar cilindrisch epithel met kliercellen. De bloedvoorziening, zowel arterieel als veneus, kent een cervicaal, thoracaal en abdominaal deel. Arterieel zien we dan dat het bovenste deel via de arteria thyroidea inferior gaat, thoracaal rechtstreeks uit de thoracale aorta en abdominaal via de gastrica sinistra en lianalis. De veneuze afvloed gaat cervicaal via de vena brachiocephalica, thoracaal via de vena azygos en abdominaal via de vena gastrica sinistra. In het vroeg-embryonale stadium is de maag een dun buisje tussen de faring, of is de slokdarm een dun buisje tussen de maag en de faring. Later zien we dan dat daar de slokdarm uitgroeit en uit de primitieve voordarm, oftewel dat slokdarmdeel, zien we dat ook de trachea gaat ontstaan. Lymfatisch. Het bovenste tweederde deel gaat richting de cervicale stations en het bovenste mediastinum, waarbij het onderste deel richting de abdominale stations zal verdwijnen. Slokdarmcarcinoom komt ongeveer bij zo'n 2000 mensen voor en dan in een man-vrouw verhouding van ongeveer 3:1. De focusleeftijd is zo tussen de 50 en 70 jaar en we zien er nog eens een samengaan ook met hart- en vaatziekten. Wellicht heeft dat ook te maken met de risicofactoren die ook aanleiding kunnen geven tot hart- en vaatziekten. De risicofactoren zijn roken en overmatig alcoholgebruik, dieet met weinig fruit en groenten en langdurig zuurbranden, oftewel gastro-oesophageale refluxziekte en een eventueel daaruit ontstaande premaligne aandoening en dat noem je een Barrett oesophagus, waarvan de tekeningen dan ook getuigen. In het bovenste deel van de slokdarm vinden we eventueel een plaveiselcelcarcinoom. In het onderste derde deel, daar waar de kliercellen zitten, spreken we eerder van een adenocarcinoom. Op deze tekening een hooggelegen slokdarmcarcinoom en dat is dus per definitie ook een plaveiselcelcarcinoom. Mid-thoracaal ook nog plaveiselcellen en laaggelegen, dat zijn de twee rechte plaatjes, zien we dan adenocarcinomen. Op basis van de tekeningen die je net zag, zal het je niet verbazen dat de belangrijkste klachten zullen zijn passagestoornissen, met name voor vastvoedsel, bloedbraken, oftewel hematemesis en eventueel bij hele grote bloedingen kan zelfs melena ontstaan. Er kan ook sprake zijn van langdurig maagklachten, oftewel pijn in de maagkuil en zuurbranden, braken en in latere stadia zien we ook ongewenst gewichtsverlies en bloedarmoede klachten ontstaan.
Op deze plaat, die we verder niet behandelen, maar wel aardig is om even te bekijken, dus als je het nader wilt bestuderen, zet het even stil, de diverse vormen van dysfagie, oftewel slikstoornissen, waarbij we dan zien dat het met name gaat om vaste substantie als er sprake is van een mechanische obstructie, zoals bijvoorbeeld bij een slokdarmcarcinoom. Het onderzoek is eigenlijk een endoscopie en biopt, waarbij de diagnose ook zeker gesteld kan worden. En dan vervolgens een stadiëring, de endoscopic ultrasound en CT-scan om te kijken naar de lymfgliestatus en de doorgroei in de omgeving. En eventueel ook een FTG-PET-scan. Op basis van de stadiëring wordt dan natuurlijk de TNM bepaald. Een T1 houdt in dat het nog beperkt is tot de mucosa, de T2 tot in de muscularis, de T3 tot in de diepste laag van de slokdarm en T4 ook buiten de slokdarm. Op deze plaat zien we de afbeelding van een EUS. Deze ringvormige structuur moet je niet opletten. Het gaat hier met name om dit hier, dus een lymfekliermetastase die afgebeeld wordt. Brengt ons gelijk over de lymfeklieren en de lymfogene metastasering. Indien het een cervicaal gelegen oesophaguscarcinoom is, dan zal de uitzaaiing voornamelijk plaatsvinden naar de cervicale klieren. En indien het dan ook verspreidt tot het mediastinum, dan is er al sprake van een M1-status. Indien het in de thorax is gelegen, dan zien we dat het vooral uit zal zaaien richting de mediastinale klieren en eventueel ook richting het abdominale of cervicale deel. Hetzelfde zien we eigenlijk ook min of meer voor de andere thoracaal gelegen oesophaguscarcinomen. Dus primair richting de mediastinale klieren en secundair ook naar elders. Behandelmethode. Het is onder andere een zogenaamde neoadjuvante therapie, oftewel de chemoradiatie, chirurgische therapie, radiotherapie en chemotherapie als zijnde palliatieve behandelingen. Neoadjuvante chemoradiotherapie is van toepassing indien het primair te verwijderen tumoren betreft. En dan hebben we het eigenlijk over de niet-cervicaal gelegen slokdarmcarcinomen. Die wat lager gelegen tumoren worden namelijk bij voorkeur chirurgisch behandeld indien te verwijderen. En indien te verwijderen betekent een T1 tot T3, een N0 of een N1 en een M0. Als ze hoog gelegen zijn daarbij, dan zien we dat er ook moet worden uitgebreid tot een thoracotomie en het moet worden verwijderd langs transhiatale weg of eventueel langs een linkszijdige thoracolaparotomie. Uiteraard is er dan een groot gedeelte van de slokdarm verwijderd en zal er dus een reconstructie moeten plaatsvinden en zal dus de maag in de thorax naar boven gemobiliseerd worden en spreekt men van de buismaag. Dat zien we in deze tekening gebeuren, namelijk het mobiliseren van de maag naar de slokdarmstomp. En in de andere tekening zien we dan de gecombineerde thoracotomie en laparotomie. Als het cervicaal gelegen slokdarmcarcinoma betreft, dan is de primaire behandeling chemoradiotherapie. Chemotherapie alleen wordt toegepast als palliatieve maatregel of als er sprake is van een niet te verwijderen slokdarmcarcinoom. Radiotherapie wordt in de vorm van de brachytherapie toegepast als er sprake is van dysfagie en een levensverwachting van nog meer dan 3 maanden. Al met al zien we dat deze vorm van kanker toch een zeer beperkte 5-jaars overleving kent die niet meer zal zijn dan ongeveer 15%.